Allemaal tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. Ik had eigenlijk gisteren een vlog opgenomen, maar ik was in slaap gevallen en vergeten hem af te sluiten. Maar dat geeft niet. Ik ga gewoon vandaag wat dingen doen. Ik maak gewoon vandaag een nieuwe vlog om te compenseren. Ik vond het wel jammer, want het was gisteren een leuke vlog geworden. maar helaas, ik ging een dutje doen, maar ik viel in slaap en werd pas vanochtend weer wakker. Dat soort dingen willen wel eens gebeuren. Nou goed. Genoeg daarover. We gaan er vandaag wat van proberen te maken. Ik zie jullie zo. Zo, daar was ik weer. dat cliënt waar ik het in een eerdere vlog over had. Ik noem zijn naam niet vanwege privacy redenen. In ieder geval, die speelt nog steeds Hello van Adele af. Ik zei, in de vlog van gisteren had ik dit ook gedaan. Toen zei Cornelis zo van, waarom ga je niet Adele afkraken met een diss track? En dat vond ik wel een goed idee. Dus ik ga even opnieuw een diss track doen. You wanna Grammy, Adele? Don't question it, it's legit. No bullshit. You may be happy with Hello, but I admit it. I don't like it one bit. Adele, hello! Welcome to my hut! I'm Mr. Rhino! Now go kiss my butt! I hate hello, but while the rest, he likes it! What? And now your friends are gonna throw a fit! You wanna grab me because of hello! Well, the song makes me feel yellow! By the way, are you here? I bet you're feeling sad. And cause I'm dissing you, which is suddenly bad. Niet slecht, al zeg ik het zelf. Nou goed, als ik nog wat te melden heb, laat ik het weten. En als ik nog wat diss tracks klaar heb liggen, dan doe ik dat ook even. Later. Zo, daar was ik weer. Ik ben een klein beetje geïrriteerd en zoals jullie zien zit ik bij muziekles. Ik ga even wat stoom afblazen door een rap battle te doen voor jullie. Oké. Okay. Epic rap battle of history! Dr. Seuss versus William Shakespeare! Begin! Jump by my thumb, I hope you know the stakes. I'll put the slug between your shoulder blades. And then off the last 300 poster breaks, I've been eyeing back out of ass, you bastard. My rocks are classic. My crack, you're gonna drag a mic in or murder high in acid. You hold back. You're an old man soldier, man, who has no smack and no gonads. He gets it so sad. And to top it off, you're not the doctor. You could be, I mean, I should have suffered out there. You could do, I bet you wrote the toilet books too. Put that out of mouth, we're in a wrongest place. You want ignore that doesn't want to hear you. And simply words your friends won't hear you. You poor people that. The gods don't look out of any threat. I am the damn child of any age. Ain't got a rest of what you said, I'm not the face. I ain't got a better one to get in the hat. When it gets just scared, we're still on a map. Think you're on that guy's got wrapped in that. I command someone put the money in my bag. I'm a switch with all the peas and beach. Each of you want to put a pronounce you. You fit up everything, but you don't have to listen to me. I just got a point. You
yes you rap fast and soon. Now let's see how you rap versus things 1 and 2. Oh no, who's faster, bro? Yo, you may have wrote the script, but now we're running the show. You can take your fancy words at the back, who beat your mama, break a foot up in your ass with our feet in pajamas. Man will cook you up and eat you with some heavy green eggs. Make up for your legs, make no mistake. When you narrate all the stuff, and well, when we bust out the case, you get an upstage bill. Yo, you just got played. En zo doen jullie dat, Rhinos. Ik weet het, ik rapte zo snel dat jullie het bijna niet konden verstaan. Maar ik moest echt even wat stoom afblazen. In ieder geval, ik ga verder met muziektherapie en dan zie ik jullie later. Zo, daar was ik weer. Ik ben lekker aan het wandelen, zoals jullie zien. En ik ga het met jullie hebben over een YouTuber die Mr. Demon heel leuk vindt. Mr. Demon is namelijk een groot fan van SMG4. En voor degenen die niet weten wie dat is, daar zal ik het nu even over hebben. SMG4 is een Aziatisch nakomstige YouTuber. En die maakt heel veel Mario en Sonic video's met zeer absurde humor. Er gebeuren dan altijd random dingen in die video's. Zoals Bowser die rondjes draait of gewoon heel gekke dingen. En zoals SMG4 dat zelf omschrijft, leeft hij in een world of retardedness. Sommige video's noemt hij ook retarded 64. En ik zeg zo van, als SMG4 dat soort video's leuk vindt om te maken, dan laat ik hem gewoon zijn gang gaan. Ik bedoel, ze weten af en toe ook wel een lach uit mij te krijgen, die video's van hem. Het is gewoon geniaal soms. In ieder geval, als ik nog wat te melden heb, dan laat ik het weten. Zo, ik sta nu in de Jumbo en ik ga even een kus koffiemelk halen. Ik neem 2 pakjes milde halve koffiemelk mee van Bissel. Oeps, nee, dat is de verkeerde. Deze hierboven bedoelde ik. Jumbo milde halve koffiemelk. Dat neem ik mee naar de kassa. En dan zien we wel verder. Nou goed. Tot zo, Rhino's. Zo, daar was ik weer. Ik wilde namelijk even wat zeggen. Het is weer 11 oktober. En als jullie vlog 17 hebben gezien, dan weten jullie wel wat er op die dag gebeurd is. Het is vandaag namelijk 8 jaar geleden dat Ernst Paul Hasselbach, de originele presentator van Expeditie Robinson, is overleden in een auto-ongeluk. En dus herdenken mijn fantasievriendjes en ik hem vandaag weer. Ik geef nu het woord aan Robinson fan van het eerste uur, Baby Krabs. Baby Krabs, ga je gang. Ja. Ernst Paul, hij was echt een hele goede gozer. We hebben veel van hem geleerd en vaak met hem gelachen. Ja, elk jaar op 11 oktober herdenk ik hem. Als Robinson fan van het eerste uur doe ik dat altijd. Ik mis Ernst Paul nog steeds, maar ondanks dat hij weg is, geniet ik nog steeds van Expeditie Robinson. Ik bedoel, Dennis Wening, die doet het heel erg goed nu. Dan geef ik nu weer het woord aan Mr. Rhino. Dank je, Baby Krabs. Ernst Paul zal het heel erg gewaardeerd hebben.
In ieder geval, rust zacht en spal. We zullen je nooit vergeten. Tot later. Ik zit nu even lekker op mijn nieuwe honk. Want daar al verder erop, daar is mijn oude honk. En daar op die boerderij wonen honden die komen dan steeds naar me toe. Ze gaan dan in het gras liggen. En ze gaan dan steeds blaffen. En dat irriteerde me zo erg dat ik besloot om een nieuw honk te gaan zoeken. En dus zit ik nu hier. Ik heb prachtig uitzicht op verschillende plekken hier. Dus ik heb hartstikke mooi uitzicht op deze weg hier al. Ik vind dit een heel erg mooi plekje. Hier ga ik voortaan fantaseren en zo. Maar goed, ik ga nu even fantaseren en dan zie ik jullie later. Zo, even wat lekker wat drinken maken. Ja, ik dacht, fuck it, ik ga gewoon daarover vloggen. Ik bedoel, Enzo Knol heeft ook geen onderwerp nodig voor zijn vlogs. Bijvoorbeeld, hij vlogt ook als hij eten maakt of als hij zijn hond uitlaat. Wat dan ook. Dat soort dingen vlogt hij ook. Dus ik dacht, dat kan ik ook. In ieder geval, ik ga nu even lekker drinken. En dan zie ik jullie zo. Zo. Ik ben even uitgevlogd voor vandaag. Dus ik kan stoppen hier. Dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet er niet even een reactie achter te laten. Laat even een blauw duimpje omhoog achter, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer je gelijk op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.